Yo, kijkers van Online Games, en welkom weer terug bij een nieuwe aflevering van het WK 2018. Met vandaag de wedstrijd Colombia tegen Engeland. Jawel, ik speel vandaag met Engeland. Goed, de laatste wedstrijd voor de laatste zes. En dan hebben we alles van de laatste zes gehad. Dan gaan we richting door naar de kwartfinale. Ben goed, we gaan gewoon lekker beginnen met de wedstrijd. Ik hoop dat jullie er behoorlijk zin in hebben. Laten we gewoon heerlijk beginnen. Jawel. Ja. Goed. Het Sportak Stadion, gebouwd in 2014. Kunnen 45.000 man in. Colombia, Engeland in Moskou. Vandaag zijn we getuigen van een WK-wedstrijd waar al veel over is gepraat. Zometeen speelt Colombia tegen Engeland. We gaan het allemaal live bekijken vanuit het Sportak Stadion in Moskou. De laatste 16 teams strijden tegen elkaar in de achtste finale. Vandaag twee elftallen die aan elkaar gewaagd zijn. Ja, en in de groepsfase hebben laten zien dat ze ver kunnen op dit WK. De vonkers hadden er vandaag wel eens af kunnen spatten, want Colombia gaat spelen tegen Engeland. Rusland is natuurlijk een enorm uitgestrekt land en daarom is het wel handig dat de speellocaties relatief bij elkaar in de buurt zitten. Het was natuurlijk handiger geweest als je na elke wedstrijd met de bus kon reizen. Maar ja, in ieder geval bevinden de meeste stadions zich in het Europese deel van Rusland. De aanval is hier. En die van Engeland. Net als het Luzhniki Stadion ligt het Spartak Stadion in Moskou zelf. Dus normaal gesproken het stadion van Spartak Moskou, wat natuurlijk een hele grote club is in Rusland en daarbuiten. Ja. Morgen komt er geen WK-wedstrijden. En de dag daarna ook niet, want ik ga ook onze vastzien. Maar woensdag weer komen er weer afleveringen. Dus dat komen er geloof ik weer ook twee. En dan weer een normaal opname. Ik ben benieuwd hoe deze Colombia. Ospina in het doel bij Colombia. Arias, Zapata, Murillo, Fabra. Barrios, Aguilera. 5-1. Maar dan wel met een aantal. Duador, Ratuquez, Cardona. Ja, maar waarschijnlijk. Falco en een 4-2-3-1 opstelling. Dan zullen deze aanvallende middenvelders. En de Engelsen in het doel staat. Ha! Dan worden ze echt middenvelders. 5-3. Walker, Jonas, Stones. Maguire, José. Dit zijn de elf spelers die Henderson, vandaag ten trekken voor Engeland. Ali en Rijks. Dat systeem kennen we nog van het Nederlandse. Keen en Rashford in 5-2-1-2. Ja, moeten de boel achterin weghouden. Maar 5 verdedigen, dat is nou prima. Maar qua voetbal viel er nog wel veel op aan te merken. Even. De tegenstander weet de paas eruit te halen. Rashford. Rose. Engeland probeert een aanval op te zetten. Rose met de eerste kans. Laten we maar zeggen dat het de moedige poging was. Nou, daar baalt hij flink van. Dat ziet u ook wel. Dat was de eerste kans. Rashford. Rashford. Knap verdedigd. En daar gaat Engeland weer naar voren. Nee. Kane aan Ospina pakt de bal. De bal goed naar de zijkant. Colombia is ook best goed hoor. De bedoeling was duidelijk, maar de paas is doorzien. Als je de groepsfase overleefd hebt, is dat een hele opluchting. Maar vanaf dat moment is de druk maximaal. Het is nu erop of eronder. Rashford. Rashford. Nee. Oh, over. De doelpoging nog een keertje in beeld. Ja.
Rodriguez. James. Colombia. En dat is wel heel ver weg. Ik denk niet dat die bal erin gaat. Hij ging voor het slot, maar de keeper hoefde niet eens zijn hand uit te strekken. Hij zag de hele baan van het schot al en zag dus dat hij overging. Ze kunnen beide even sterk zijn. Colombia. Op zich was die ingreep goed, maar hij tegen is de bal alweer kwijt. Die paas wordt doorzien. Geen is tot nu toe de topscorer, hè? Van de 2K. Vijf doelpunten. De paas wordt eruit gehaald. Gevaar voorbij. Engeland kan profiteren van ruimte op de vleugel. Ruimte. Kijk eens aan wat de ruimte. Kijk eens aan, Koen, wat voor een ruimte. En dan binnen schuiven op de lat. Tegen de deklat. Dan zul je zeggen dat je hem... Dit is toch echt geen misselijke doelpoging, hoor. Ja, maar dat te laat. Grote kant voor Engeland was hier. De bal ligt voor het oprapen, maar wie is daar als eerste bij? Rechtsvoor met de voorzet en... En dat is een ingooi voor Colombia. Cuadrado. Net op tijd onderschept. Harry Kane. Kane. Daar is het schot. En de keeper. Wat een geweldige redding van de keeper. Nu krijg ik weer zo'n spannende wedstrijd te zien, geloof ik. Doorgekopt. Kane. Marcus Rashford. Rashford. Goal worden. Proeven. Met zijn gebaren geeft hij al aan wat hij zelf van het schot vond. Kansen gaan er niet in. Ja, hij gaat richting goal van de tegenstander. Eens kijken wat hij nu gaat bedenken. Toen de wedstrijd tegen... Harry Kane. Tegen Denemarken was dat, hè? Eric Dier. Toen, toen ik de laatste minuut scoorde, toen had ik ook van die druk gezet. En toen, ja, toen zat hij goed. Die bal is een prooi voor de tegenstander. Voor Noeien aan, hij zat. Die bal is voor de tegenstander. Heel zo. Dele Alli. Henderson. Phil Jones. Jones had hij wel. Oh, dit kan een kans worden. Jones. Oh, geraakt. Arias. Rashford. Rashford. Danny Rose. Roos. En dan raakt hij. Ja. Ik weet niet wat er is gebeurd. Van Fabra. Maar als hij bij jullie lekt, lekt hij ook bij mij. Dus. De bal gaat heen en weer. Er wordt hoog druk gezet daar op de tegenstander. En dat is een vrije trap voor Colombia. Het staat nog 0-0. Rashford, einde balbezit. Ze zijn de bal kwijt aan de tegenstander. Colombia is best goed, hoor. En als dit een hele vieze overtreding is, waar Henderson een kaart kan hebben, misschien wel een geen rode kaart. Incasseert de gele kaart. Ja, het lijkt me een terechte beslissing even. Het was niet op de bal, dus... Nou, ik had gewoon dus hij zegt er fluit voor Buitspel. Een hensbal notabene. Oh, nee. Ja. Dat verzin je toch niet even. Tongen en nodig! Dat zegt hij altijd. Dat verzin je toch niet even. Tongen en nodig. Engeland probeert een aanval. Hij gaat door. Hij gaat door om te scoren. Het is 1-0 Engeland. Jawel. Dat ze het niet zouden redden. 1-0. Ze passen van de creativiteit. Daar zal de tegenstander jaloers naar kijken. Goed. En dat wordt afgetrapt en Engeland staat nu voor. Het staat 1-0 voor de Engelsen. Samata. De bal gaat breed. Daar komen ze. Aanval in de kiem gesmoord.
niet meer doen, Colombia, dat ze het niet moeten. Kane. Rodriguez. Dit zal wel eens een kans kunnen worden. Cruciale tackle. Het zag er veelbelovend uit, maar deze aanval wordt afgeslagen. Fijn paasje. Ali. Het is loop. Della Alli moet scoren. Het is Della Alli. En de keeper pakt die bal. Kopt hem handig door. Die pakt die bal op. Ja. Aguilar. Engeland speelt lekker relaxed. Geen paniek. Die dribbelt met de bal. Ik zeg ze zoveel Colombiaans. Moet nu gaan voorzetten en doet dat. Alleen wordt wel. Cuadrado. Goed wegwerken aan Colombia. Rodriguez. Nog een minuut in de eerste ervoor. Aanval wordt gestopt. Die paas wordt onderschept. Het is rust. Is erop of eronder in de knock-out fase. En in de eerste helft hebben ze niet meer werk gericht. De stand zet. Engeland staat voor met 1-0. Je gaat wel lekker de. Nou, hoe lang zijn we bezig? We gaan lekker door met de tweede helft. Ja. Zo. De tweede helft is begonnen en dan ben je als speler opeens heel dicht bij een uitschakeling of een plekje in de kwartfinale. Ja, maar je weet als het niet goed gaat dat je dan naar huis kan. En dat is toch een rotgevoel. Harry Kane. Kane, niet schieten is altijd mis. Ja, dat klopt, niet schieten is altijd mis. Dyer. Oh. Hij laat zich echt niet passeren. Via de verdediger gaat de bal over de achterlijn. Hoekschop dus. Gewoon nog aan. Mooi, zijn doel verdedigd door Ospina. Gedaan. Balbezit voor de andere ploeg nu. Kijken of het dat oplevert. En een paas naar de vleugel. Van zo'n voorzet ligt geen keeper wakker. Deze speler verdient wel voor zijn spel in de eerste helft, Jori. Ja, die speelt bijna altijd goed, hè. En kijk, hij scoort ook nog eens. Dus hij zal behoorlijk blij zijn. Hopelijk kan hij nog een keer scoren om de voorsprong nog wat uit te bouwen. Het gevaar. Wegwerk, half dan. Blok. Oh, oh, dit kan een kans worden. Erbij. Jordan Henderson. Stones. Paasje. James Rodriguez. Colombia is best snel, hoor. Edwin Cardona. Opgeruimd staat netjes, denken ze in de achterhoede. Die mooie is er doorheen. Kane. Mooie steekpas op Kane. Kane. Bal in de 16. Nu moet hij zetten. Au! Oh, dit wordt heel zwak, die kop. Half uur nog. Een geweldige reflex. Dat is nog best wel spannend, hoor. Als het 2-0 is, dan lijkt de wedstrijd al een beetje beslist. Kane niet schieten is altijd mis. Benauwde momenten daar voor het doel, maar die bal gaat er best niet wel lekker om, ja. Ja, maar dit is echt goed verdedigd, Evert. Ik denk dat de trainer er een nieuwe speler in gaat brengen. Hij wil waarschijnlijk iets anders gaan spelen. En dat gaat niet met oorspronkelijk 11. Henderson. Harry Kane. Ja, hij gaat richting doel van de tegenstander. Eens kijken wat hij nu gaat bedenken. Oh, dat zag je niet, hè, jongen. Dat zag je niet. De voorzet. Hier een kans aan. De bal rolt zo naar de keeper. Die bal is voor de achterhoede. Knap onderschept, hoor. Mogelijk een goede kans hier. Er zijn teamgenoten mee naar voren. Kane. Naar de Alli.
Het is lopen met de bal en de blik vooruit. Dit kan gevaarlijk worden. Maar hij kon dat niet, hij kon niet veel. Hij kon kiezen voorzet of bal kwijt. Dan kies je voor de eerste natuurlijk. Harry Kane. De bal komt in het... En kopbal is goed, 2-0. 2-0. Kijk. Goed. 2-0. Winner Kylie Wank of Kelly Wank. Oscar Murillo heeft gespeeld in de hoop dat ze goed binnen gaat laten vallen. Waar ligt de ruimte? De bal gaat met de lob richting Rodriguez. Deze paas bereikt alleen de zijlijn. Carlos Sanchez. De bal wordt in de 16. Die bal is voor de keeper. Die paas wordt doorzien. De scheidsrechter fluit voor een overtreding. Kyle Walker. Engeland probeert een aanval op te zetten. Nog een kwartiertje. Daar hoeft hij niet veel voor te doen. Slorter speelt. Nog net iets meer dan een kwartier te gaan. En dat is een vrije trap voor Colombia. Die sliding was niet volgens de regels. Hij maakt een sliding, maar daarbij raakt hij de bal. To be replaced by the 7, Carlos Bacca. Rashford. Kyle Walker. Engeland kan profiteren van ruimte op de vleugel. De bal komt voor het doel. Hij werkt de bal naar voren. En toen had ik die weer vast. Colombia gaat weer in de aanval. 10 minuten nog. Fijn paasje. Goed paasje. De bal komt diep, weg, maar de tegenstander weet de bal toch weg te dan werken. Het helemaal. Voordeel overtreding. Voor Colombia, vindt de scheidsrechter. Gaat hij het redden? Een prima redding van doelman Hart. En de tijd dendert voort. We hebben nog maar 8 minuten. Oh, dit is slordig. Daar gaan de Engelsen. Daar gaat hij. Daar gaat hij. Ja hoor, 3-0. Daar is het schot. Dan zou ik er maar gaan. 3-0 voor Engeland. Engeland. 3-0, hoe ze dat in het Engels zeggen. Tegen Zweden. Dat kan ook een pot zijn hoor, tussen Zweden en Engeland. De zaak nu wel beslist. Maka. Hoe verder in het toernooi, hoe moeilijker het wordt. Zapata. Die bal geven ze toch wel heel makkelijk weg, zeg. Hij komt nu op een afstand dat hij kan gaan schieten. Laten we eens kijken wat hij gaat doen. De wedstrijd is al gespeeld. Maar dan komt hij hier misschien wel de vierde aan. Mooie steekpas op Kane. Kane. Ja hoor, 4-0. Ja hoor, raak. Kane. Daar gaan ze. Colombia denkt na de 3-0 8, weet je, wat gebeurt er nou allemaal? Als we nou verliezen met 3-0 of met 8-0, dat maakt niet uit. Nummer 2 erin. Het verschil is nu wel heel erg groot geworden. En zo 4-0. Niet meer te spelen. Arias. Laatste minuut. Handig ingegrepen hoor, dat had hij heel. Het schot! Goed blok. Weggewerkt. 3 minuten blessuretijd. Frank Fabra. Carlos Sanchez. Ja, dit gaat er vanaf.
Die bal weet geen medespeler te bereiken. De verdediging ruimt op. De ruimte voor een counter is er. Spelen ze dit uit? Hij komt daar het volgende doel gedaan. Er ligt nog steeds mol. Dele Alli moet scoren. Knap. Ja, hij zet. Nee, hij wordt weggewerkt. En dan is het afgelopen. Knap ingegrepen door die verdediger. De partij is afgelopen. Wedstrijd zet erop, jongens. Vandaag winnen ze en ik ben benieuwd wat ze in de kwartfinale gaan laten zien. Van Engeland door. 4-0. Kijken of ze dat bij de volgende en Colombia ligt uit het toernooi. Nou, Engeland naar de kwartfinale. Wat ging hem dat makkelijk af, zeg. Tegen de Zweden, als het zo is. Hij heeft er gewoon twee gemaakt, hè. Dus dat is toch knap. En hij barst van het zelfvertrouwen, dat zie je. Maar in ieder geval wel alvast één wedstrijd in de kwartfinale Uruguay tegen... Ja, ik denk dat dat vandaag ze de zege heeft opgeleverd. Portugal? Nee, Uruguay tegen... Tegen wie? Frankrijk, nee. Ja, Frankrijk. Uruguay tegen Frankrijk. Ja. Goed, kijk, ik ga het hier zo belaten. Bedankt voor het kijken, bedankt voor het liken en tot woensdag dan. Oh ja, morgen komen de video's onverschillig, want ja, het is vakantie en ik kan in de avond niet uploaden voor jullie. Dus dat wordt dus onverschillig. Ik denk dinsdag ook en dat woensdag weer op de normale tijd waarschijnlijk komt. Kijk eens, bedankt voor het kijken, bedankt voor het liken en tot woensdag dan maar weer, jongens. Mazzel!